Ja, deze week twee wedstrijden gehad. Tegen Twente en vandaag tegen Vitesse. Dani, hoe zijn de wedstrijden voor jou gegaan? Tegen Twente denk ik dat we gewoon wel de 3 punten hadden moeten pakken. Ik denk dat ik wel een stukje beter was dan mijn tegenstander. Ik denk dat Sielsepot dan wel redelijk gelijk opging. Maar over het algemeen waren we als team wel gewoon beter, vond ik. Mm-hmm. Dus om dan met 0 punten naar huis te gaan, dat is wel jammer. Ook natuurlijk van die 90ste minuut goal. Mm-hmm. Tegen Vitesse, ja, heel eerlijk, Levi de Weert, nummer 1 van Europa. Was net even gewoon een niveautje te groot. En dat is logisch, want die jongen is gewoon zo goed. En dat wisten we eigenlijk al. Ja, dan is het jammer, maar daar kan je niks tegen doen. Ja, en Jules, jij ook 2 wedstrijden natuurlijk gespeeld afgelopen week. Hoe was het bij jou allemaal gegaan, de wedstrijden? Ja, tegen Twente denk ik wel dat ik heb kunnen of wel moeten winnen. Zeker de eerste helft speelde ik gewoon goed, geen kans weggegeven. Ik moest misschien ook gewoon die 2-0 gemaakt hebben. En dan is het spijtig dat hij net in de tweede helft die 1-1 maakte. En dan heb ik een beetje van tactiek moeten wisselen. En dan ook die 1-2 tegengekregen. En ja, spijtig genoeg verloren. En dan vandaag tegen Levi, ja. Ik begon denk ik ook niet zo slecht. De eerste 10, 15 minuten een beetje kans op die flanken. Klopt. Ik denk, balbezit zat goed voor een keer. En dan is het spijtig dat hij zo 2 keer snel achter elkaar scoort. Zeker die tweede goal waar ik toch goed intercept. En hij toch erdoor komt. En dan ging het gewoon heel snel. Hij werkte gewoon alles af. Corners, kopballen langs de flank. Ja, het is een beetje, de score is misschien iets te hoog uitgelopen. Maar ja, winnen zat er denk ik wel niet in tegen mij. Oké, dat 0 punten deze week is prima. Nu gewoon hard aan de slag naar volgende week. Is prima. Ja, nou ja, weet je kan er niks meer aan veranderen. We moeten gewoon nu zorgen dat we volgende week daar staan. Toch? Fortuna en Emma op het programma. En dan gewoon weer knallen, jongens. Ja? Gewoon de omgekeerde beweging van vorig seizoen doen. Ja, precies. Daarom. Is goed. Thanks voor het opnemen en het antwoorden. En op naar volgende week. Oké, vamos.